Dit is Peter Duifhuis voor de Hogeschool Utrecht met een weerom een opgave uit Cutnell en Johnson Introduction to Physics. Hoofdstuk 22 gaat over inductie en we hebben het over een motor die een stroom trekt wanneer die draait. En de eerste vraag is, wat is de back EMF? Dus het geïnduceerde elektrisch... geïnduceerde inductiespanning in de motor. Hè, omdat hij gaat draaien, komt er een inductiespanning. Hij bevindt zich immers in een magneetveld, het draait rond en dan krijg je inductiespanning. Nou, we hebben dus een motortje. En zo'n motortje kunnen we zien als een spoel. We hebben dus te maken met die back EMF. En back EMF kun je zien als een wisselspanningsbron. Laten we eerst maar eens beginnen met wat we hebben. We hebben gewoon een wisselspanningsbron extern. En ik zet er een plus en een min bij. Maar dat is eigenlijk een beetje onzinnig natuurlijk, omdat dat de hele tijd omwisselt. Maar het is nodig voor de volgende voor de volgende stap. Wordt vanzelf duidelijk. Dus hier hebben we een motor. En zoals ik al zei, die motor die mag je vervangen. Zien als in een weerstand. Nou, die weerstand die is gegeven. Die is 0,720 ohm. En een spanningsbron, een wisselspanningsbron, maar die tegengesteld is. En daarom heb ik hier een plus en een min bij de externe spanningsbron neergezet. Nou, ik had nog gebruikt een hoofdletter V daarvoor, maar ik doe het toch maar even met een U. Naar de middelbare schoolconventie. Dus dit gaan we vervangen. Weg. Dag motor. Iets anders voor in de plaats. En dat is dan de weerstand. En dat is eigenlijk een soort van de inwendige weerstand, zou je kunnen zeggen. En een andere spanningsbron, en die heeft dan plus en min. Ja, als je de kring rondloopt, is aan de andere kant, tegengesteld van richting. En daar gebruiken we de sierlijke E voor als letter. Nou, deze R laten we die R-motor noemen. Die is gegeven, die is 0,720 ohm. We weten ook deze. Die is 120,0 volt. En als het draait, dan weten we dat er een stroomsterkte loopt. Nou ja, ook daar is de richting van, die gaat natuurlijk heen en weer, maar we kunnen dit wel gebruiken als eerste. Dus dat is bij normaal draaien, is die 7,0 ampère. Nou, die stroom die is bij normaal draaien eigenlijk het laagst, want dan is de back EMF is dan het grootst. Maar als hij bijvoorbeeld stilstaat, dan heb je alleen maar te maken met die inwendige weerstand. Dan is er nog geen spanning die door inductie wordt opgewekt. Dan staat hij maar stil. Dus dan is er geen veranderend magneetveld door die spoel, etc. Dus we verwachten zo meteen dat de stroom bij B, dat we daar een grotere stroom gaan vinden. Hè, als de motor net aangezet wordt. Eerst maar eens de back EMF uitrekenen. Dus dan hebben we opdracht A. En dan is de vraag, wat is deze? De back EMF. Ja, een goede Nederlandse naam zou leuk zijn. En dat doen we met behulp van deze formule. We hebben de stroomsterkte. Die is 7,00 ampère. En die is de spanning min de back EMF gedeeld door de inwendige weerstand van die motor. En dit kunnen we een klein beetje herschikken. Hier zijn we naar op zoek. Dat is
u min i maal r m. En dat is hetzelfde als 20,0 min. Dit gaat verkeerd. Ik ga te snel. I, dat is dus die 7 keer die, die kleine waarde daar. Dus daar moet iets uitkomen wat ongeveer 4,9 is. Want 7 keer 7 is 49. Dus 7 keer 0,7 is 4,9. Maar er komt nog iets bij. Want het is 0,72. Daar kwam dit uit. En dat levert ons dan als back EMF op 115,0 volt. Oké, dus dit weten we als 115. Misschien heb ik het later nog nodig. Misschien ook wel niet. Dus dat is bij deze draaisnelheid, hè, de hoogste draaisnelheid die eruit komt, denk ik. Dan gaan we naar de volgende vraag. Wat is nou de stroom op het moment dat de motor nog niet draait? It has not begun to rotate. Dus dan is bij B kunnen we al zeggen. Ik ga dit weghalen. Dat ik daar verder kan werken. Bij B is de... back EMF is 0. Dat is de betekenis, dat is de betekenis, dat is eigenlijk wat er waar we mee verder moeten. Dus bij B weten we, die is nog 0. En wat is dan de stroomsterkte? Dus dat noemen we maar EIS van I starten. Dus dan rekenen we dat uit. We kunnen zelf de formule gebruiken. U min E. En dat delen we door de R van de motor. En we weten dat deze dus 0 is. Dus dit is 120,0 min 0 delen door 0,720. En daar komt een vrij grote stroom uit. Zoveel ampère. Nou, dat is vrij veel. Als je bedenkt dat we meestal in milliampère aan het rekenen zijn. Dan is de laatste vraag. C, welke weerstand moet je ervoor zetten? Dus bij C komt er een weerstand voor. En dat is om het hele systeem te beschermen. Is ook in het echt handig om te doen. Laten we die er extra noemen of zoiets. Die zorgt ervoor dat de stroom nooit meer kan worden dan 15,0 ampère. Nou, het is nu niet zo heel moeilijk om te bedenken. Als deze 0 is, hè, die back EMF is 0, dan loopt er gewoon stroom door die weerstand en die weerstand. Dus je hebt een serieschakeling waarbij de spanning niet hoger mag worden dan 15 ampère. Nou, laten we dat ook maar gewoon netjes volgens dezelfde formule uitwerken. Dan zien we dat dat nog steeds bruikbaar is. Misschien zie je zelf al dat het sneller kan. Dan mag dat natuurlijk ook. Lalala, weg ermee. Hop. Zo, opdracht C is... we hebben nog steeds... Deze is 0 en we hebben I max, die is 15,0 ampère. Dat is alweer 10 keer zo klein als die. En we zoeken dan Rx. Nou, gewoon weer werken vanuit dezelfde formule. I max is U min. Die. En nou moeten we even kijken. We hebben dan twee weerstanden in serie. En weerstanden in serie mag je bij elkaar optellen. Dus ik zeg hier Rx plus Rm. Dus hier zit
die wet van weerstanden in serie verstopt. En dat kunnen we herschrijven en dan krijgen we R extra is U gedeeld door I max. Dat is, eigenlijk is dit de vervangingsweerstand van de hele schakeling min de weerstand van de motor. Nou, daar zouden jullie, kunnen jullie vast zelf ook op. En daar komt dan uit, nou die U gedeeld door I max, dat is dus die 120 gedeeld door 0,0 gedeeld door 15,0. Dus dat is drie significante cijfers, die onderste. Min een bekende waarde, die, en dat is 8,00. Min 0,720 is 7,28 ampère. Nou, dan zijn we er al. Hoppa. Oké, nou, dat is dus de weerstand die daar neergezet moet worden. En daarmee hebben we het antwoord gevonden op de vraag over deze elektromotor. Bedankt voor het kijken en ik hoop dat jullie er heel veel aan hebben. Tot zover!